Dit ding ziet er sowieso gewoon brutaal uit. Toen ik dit ding ook voor het eerste keer zag, was ook bij maat van mij. Toen speelden we de game, volgens mij een week voor de release. En toen zagen we dit ding langs de weg staan en dan zei hij ook zo van... Daar kunnen we niet in, dat kan niet, dat mag gewoon niet. Dat kan gewoon echt niet, want dat is gewoon te vet als dat kan. En het kon gewoon. Dat was sick. Oh, sorry, mijn dure Sand King. Check hoe sterk het ding is. Mop. Vond jammer dat die ploeg niet kon kloten. Oké, okay, even dit draaien. Hij is niet zo snel, dat is jammer. Anders had ik het ding wel gebruikt. Ik zet hem daar gewoon even neer. Ik wil wel even mijn Sand King begraven. Het was leuk je gekend te hebben. Maar het is tijd om te vertrekken. Holy fuck. Hij moet wel kapot kunnen. What the heck? Die Sand King is een tank, die kan niet kapot. Oh mijn god. Serieus. Pak hem gewoon een keertje op. Die besturing is best irritant. Weg met dat ding. Ja, hij overleeft gewoon. Sand King is gewoon een tank. Simpel zat. Waarom zou je gewoon een tank nemen als je Sand King kan pakken? Online jongen. Sand King die wint van de tank. Oké, fuck it. Leuk jullie gekend te hebben. Maar we gaan verder zoeken. Ik zoek zo'n fucking grote dumper. Als het goed is moet hij die staan. Ik weet niet of ze er altijd staan, maar lijkt me wel. Even kijken. Je kunt altijd kijken. Het is niet voor niks free room, het is gewoon fucked up random. Ik ga gewoon rond en dan komen random spots en dan gaan we gewoon kloten. Soms ook al geinig. Oh, dit is die crossbaan. Dat is een mooie baan om te racen met motors. Ik heb die dat daar wel staat, bij die hijskraan, die tweede. Ah, ik weet nog goed, in GTA San Andreas had je ook zo'n zo'n bouwplaats. Of ja, eigenlijk meer zo'n, hoe noem je zoiets? Zo'n mijn. En daar werden volgens mij ook mensen in begraven. Ze hebben volgens mij gebeurd dat in het echt ook gewoon. Dat ze gewoon mensen tijdens zijn bouw gewoon tussen de specie gooien. Tussen cement. Omdat ze toch nooit door die bouw kunnen stoppen om iemand op te graven. Dat kan niet, dat kost te veel geld. En dat gebeurde in GTA San Andreas ook. Daar moest je ook allemaal mensen erin flikkeren. Dat weet ik nog goed. Dat is wel vet. Even iemand neerstompen. Dat zoek ik wel. Hallo. Botsjongen. Sukkertje. Met je petje. Alsjeblieft dat hier iets staat waar ik kan gebruiken van vervoer. Want dan moet ik helemaal lopen. Daar heb ik echt geen zin in. Ja, ik moet sowieso trouwens toch naar die weg. Want ik heb vervoer nodig. Oh shit. Ik heb de kaps achter me aan. Hey, weer zo'n ding. Leuk. Hey, die kan ik niet tunen, dus daar heb ik eigenlijk niks aan. En daar is de weg, dus ik ga gewoon naar de weg toe. Snel. Ik moet iets fucking epics hebben waar je gewoon... Waar zo geniaal is om te tunen, want dit is ook niet alles waar nou tegemoet komt. Ik kan wel even, dit is een BMW... Weet ik veel. Maar, nee, ik weet niet veel BMW is. Dacht in instantie wel, lijkt wel op. Is het een 7 serie of zo? Nou, fuck it. Hey, ik kreeg helemaal een ding voorbij. Ik heb niet zitten kijken. Hier achter mij ook nog iets. Dat is op zich wel geinig, maar dat is wel echt. What the fuck? Die politie heeft me niet gezien. What the heck? Ik ga achteruit en hij ziet mij niet. What the fuck? In ieder geval, wat ik wou zeggen is, dat is wel heel overdreven om zo'n mislukt busje te nemen. Je kunt ook overdrijven. Ik wil dat ding uitnemen. Kijken of ik die vet kan tunen. Ja, what the fuck? Schijt, die rijden er 100.000 rond. Ik ga eerst even deze proberen te tunen. Misschien kan dat een beetje bruut. Dat is ook wel vet. Dit ding kan ook gewoon crossen. Maakt dat niet uit, jongen. Met elke auto kun je gewoon een stelle berg op crossen. Oh shit. Ziet dat bochtenwerk. Hey, en altijd gewoon weer recht terechtkomen. Perfect. Chauffeurtje 2.0. Oké, we gaan het proberen binnen te driften. Waar de fuck is die garage ook? Oh shit. Dat lukt niet van deze kant of wel. Oh wacht, ik dacht dat de kraf bij was. Dus hier, nou ja, schijt, dan rij ik wel gewoon naar beneden. Ik dacht even dat het daar was, maar... Ik ben benieuwd, wat kunnen we ervan maken? Ik heb deze al nooit getuned. Oh, wat leuk, repair. Armor altijd. Brakes altijd. Engine altijd. Oh, nee, alsjeblieft niet, vind ik zo verschrikkelijk uit. Waarom ik die ook altijd neem, weet ik ook niet. Daar zien we daar ook wel een kleurtje. We gaan de berg op en dan gaan we hem verlagen. Nou, fuck it.
Maakt het alleen maar cool. Turbo's. Altijd. De wielen. Op zich zijn die velgen best wel sick. Alleen hier zie je ze niet. Ja, eigenlijk zijn die velgen serieus sick. Die high-end zijn allemaal niet standaard. Die hebben we 100.000 keer gezien. Maar ja, aan de andere kant. Om deze auto ziet dat er volgens mij allemaal best wel sick uit. Ja, dit is niet echt de velg voor deze auto. Maar. Even kijken wat er bij zit. Ik wil denk ik toch weer deze. Die lagen er eigenlijk net ook onder. Maar omdat deze dan toch weer specialer zijn, duurder zijn, weet ik veel. Dan doen we ze in het zwart. Oh, midnight purple. Nee. We willen ze in het zwart. Wat is het zwarter zwart? Welke is zwarter dan zwart? Ik zie serieus geen tint. Oh, wel deze zwarter. Ja, dat was iets grijzer. Ik weet niet of je het kon zien. Ja. Ik vind altijd best wel lelijk, die smoke. Doe gewoon zwart. Oh wacht, we hadden net nog accessoires. Nog meer accessoires. Custom tires. Best wel sick. Oké. Okay. Windows. Limo. En ah, de main. Is dit alles? Dan gaan we in ieder geval resprayen. Ah, dat is niet vet. Ik heb wel een Audi die zo is. Dat is ook niet vet. We moeten gewoon een fucking overdreven achterlijk. Ja, dit is wel heel achterlijk. Nee, de, iets wat zo lelijk is. Dat je gewoon pijn krijgt van je ogen. Dit is fucking lelijk. Ja, of wacht. Kunnen we Parlemoer? Oh jongen, dit is echt een Poyer auto. Wat zag ik nou? Oh, minder pipo. Ja, we doen hem gewoon mat, weet ik veel. We doen hem gewoon zo schijt. Forest green, want we gaan de forest in. Mop. Ziet hem. Mop. Eigenlijk is hij best lelijk. Ja, op zich niet. Hij is best wel sick eigenlijk. Hoezo kan ik eigenlijk je spoilen? Niet dat het mooi is op deze auto, maar toch. Hij rijdt best wel goed door ook. Ja, een leuk familieautje. Ja, wel leuk. Misschien als ik daar nog iets heel vets tegenkom, dan pakken we die. Maar voor nu neem ik dit. Dan moet ik eigenlijk wel nauw iets tegenkomen. Aangezien ik nou nog hier kan tunen. Oh, die camper die is fucking vet. Maar sowieso kan ik die niet tunen, denk ik. Vrachtwagen sowieso niet. Ik weet helemaal niet waar ik naar heen rijd. Dus ik denk dat we even op de kaart gaan kijken waar we heen moeten. We gaan in ieder geval naar die berg toe. En die berg Mount Chiliad. Was dat nou hier? Toch? Ja, toch. Ja, ik rijd de goede. Oh ja, daar. Kijk eens recht voor mijn neus. Hoor, waar zal die berg zijn? Goh. Recht voor mijn neus, een fucking grote berg. Oh, hier is vliegveld van Trevor. Ik kon Trevor nemen, maar ik vind Trevor maar gewoon een psycho. Ik denk, nou, fuck Trevor. Die heeft de tuning shop ook niet. Dus goed dat ik toch voor Michael heb gekozen. Of Michael, dit is Franklin. Wat zeg ik nou weer? Ik ben benieuwd of deze auto die berg op kan. Als ik gewoon stijl omhoog rijd, of ik neem gewoon toch het pad. Even kijken. In ieder geval, die wagen van net, die viel echt enorm tegen. Die komt daar gewoon echt niet aan, dat weet ik zeker. Komt dat hij te traag is en daar zit alles op. Zat alles op, want hij is nou begraven, denk ik. En ik weet niet waar die heen is. Ik heb hem net gewoon gedumpt, dat hebben jullie gezien. Maar misschien heeft iemand hem... Oh shit, teruggebracht. Die velgen zien er raar uit, man. Echt, kijk dan. Best wel sick. Die velgen vind ik echt sick op deze auto. Die standaard velgen die eronder lagen ongeveer hetzelfde, daarom. Dat was wel sick. Oh, dit is ook zo'n bikersplek. Waar we met Trevor geweest zijn. Nou, die mensen hebben uitgemoord. Oh, shit. Dat was ook niet zoals gepland. Nee. Oh, wacht. Je kunt gewoon dan draaien. Lukt dat? Goed zo. Lukt. Hoppakee. Die thumbsticks, jongen. Echt. Kun je echt niet meer aan wennen. Ze zijn zo soepel. Oh, shit. Ik heb allemaal special abilities. En sowieso komt ook dat mijn controller is al ouder. En deze auto die zal het ook niet heel leuk vinden om hier op het zand te rijden. Aangezien ik me verlaagd heb en zo. En ik heb ook nog sportbanden eronder gegooid. Dan zal hij allemaal niet echt heel leuk vinden. Check al die samba busjes. Oh shit, wheelie, alles. We gaan naar boven. We nemen de natuurlijke route. Dat kan hij gewoon hebben. Kijk dan toch, jongen. Hey.
Dan heb je pas waar voor je geld. Als je dit met je auto kan, dan weet je dat je een goede auto gekocht hebt. Of gejat, kan ook. Maar niet uit, het gaat om principe. Het is een principe kwestie. Oh shit, holy fuck, nee. Ho, 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 ho. Daar had ik niet gezegd, ho, ho, Merry Christmas. Sowieso dat iemand anders zei in de comments. Als ik dat nou niet had gezegd. Oh, zie die natuurlijke route, jongens. Zie die natuurlijke route. Dan zijn wij dan wel even. Moet je kijken, maat. Hoe stijl is dit? Zonder moeite. Met de fiets heb je er nog meer moeite mee. Eigenlijk minder, volgens mij zelfs. Oeps, sorry. Mooi voor het kersteten, maal ding. Hebben altijd... fijn niet, maar dan hebben ze normaal altijd toch... Is het ook een kalkoen? Echt zo'n typisch Amerikaanse... Engelse traditie. Volgens mij is het Amerikaans en Engels. Maar ja. Sowieso wij niet. Maar ik kan altijd gewoon goed met en alles. Gewoon lekker chill, thuis. Lekker eten, geen klets. Gewoon zelf opgooien waar je zelf wil. Fantastisch, jongen. Fijner dan uit eten. Ik heb zelf best een hekel aan uit eten gaan. Dus dat is echt tof. En hoe ver is het eigenlijk nog? Ben ik eigenlijk bijna boven? Lukt dat? Dat lukt, 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 lukt. Goed zo. Dan moet ik eigenlijk politie achter me aan krijgen. En dan, als al die politie's boven zijn, dan cross ik als een maloot naar beneden. Maar ja, ik heb nou nog geen politie. Wacht, kan ik schieten? Misschien horen ze dat. Ik denk niet eens horen. Moet ik eerst wel mensen doodschieten boven de berg. Maar ja, dat merkt niemand. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, ik ging bijna rollen. Kijk maat, what the fuck? Kijk deze auto, jongen. Echt, dit ding is zo fucking badass. Oh shit. En hij slipt wel als een malle, maar dat komt denk ik door wat ik net al zei. Dat ik hem verlaagd heb en zo. En sportband eronder heb gegooid. En dat was misschien niet het slimste om te doen. Mountain Chiliad. Oh, dit was trouwens ook zo'n baan met je fietsje. Dat je helemaal naar beneden moet crossen. Waar ik 100.000 keer naar beneden dood ben gevallen. Weet ik nog goed. Wat een chaos, jongen. Het deed echt veel, die races, die GTA races. Volgens mij ben ik nou level 73 online of zo. Heel veel mensen zijn al lang voorbij de 100. Alleen ik ben echt al lang geleden gewoon gestopt, zeg maar. Ik had er geen zin meer in. En ik zou sowieso niet voorbij de 100 gaan. Dan, wat is er dan nog te halen? Volgens mij is er dan niks meer vrij te spelen, dacht ik. Als ik het fout heb, laat achter in de comments. Maar volgens mij is er dan niks meer vrij te spelen. En dit is echt een eng werkje, jongens. Als je gaat crossen zoals ik nou doe. Ik moet misschien iets voorzichtiger rijden. Oh, ik ga bijna een steen omver. Holy shit, deze berg is hoog. Oh wacht, we hebben nog steeds geen woud achter ons aan. Hé, hey, wat is dit voor een mislukte vos? Nou, weg vos, weinig vos. En zijn we daar aangekomen? Top Mount Chiliad. Zal het dan toch? Is het ons gelukt? We moeten dan wel daarin, hè? Als we naar boven gaan, dan gaan we ook echt naar boven. Crossmodes zijn voor noobs. Wij hebben een auto. Nee! Gaan we nou niet vertellen? No way! No way! Nee! Terug. Oh shit. Die band nooit helemaal. Oh wacht, ik heb zwart smoke. Zo, hoppakee. Mission accomplished. Even move op. Even kijken wat ons gelukt. We zitten ook gewoon echt met blote voet hierboven. Van, ha! Hoogste berg van heel dit. Fucking spel beklommen. Maakt het allemaal niet uit. What the fuck? Die heeft me 1 euro gekost. What the heck? Ben je gek of zo? Oh, dit is mooi. Dit kan ik niet laten. Ah, ik wou dat ik RPG's had. Ik heb een grenade lounge als het goed is, of niet? Ik heb geen grenade lounge. Ah, die had ik met Trevor. Heavy sniper. Dit kun je toch gewoon niet laten? Gewoon. Geef toe dat dit gewoon een kans is die je niet kan laten. Oeps. Oepsie. Nee, 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 nee. Ah, der. Zit er iemand in? Zit er maar niemand in? Even de politie hier achter ons aankrijgen, dan gewoon naar beneden crossen als een malle. Ik wou bij die auto blijven. Verwacht dat die helikopters komen, zou ook niet heel erg zijn. Hoeveel ammo heb ik eigenlijk met dit ding? Oh, meer dan zat. Meer dan zat. Oh, ik moet oppassen dat ik niet beneden val. Oh, 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 oh. Hoe vaak heb ik oh gezegd in één zin? Waar zijn ze? Oh, daar komen ze aan. Oh, bad boys.
pak tear gas om ze een beetje te kutten. Come on. Kom maar, jongen. Pussy.